Maar zijn mensen die het graag ontmoet. En ook vol herinneringen. Maar zijn hart soms maar kan zijn. Het is je stad, je eigen. Voelt vertrouwd, het is hartstikke rijk. Florentia, de Torenstraat, passeert ook de revue. Maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook voor nu. Ja, verhallend van de oudbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo hard zoals hard kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering de volgende onderwerpen. We beginnen met de verzameling van René Zenja. We zochten de Lego League. En we sluiten af met de kunst van Marjan van Dijk. We hebben weer een verzamelaar voor u gevonden. De ene verzamelt postzegels, de andere sigarenbandjes. De olifanten hebben we onlangs nog gehad. Maar dit is wel een hele bijzondere. Deze manier verzamelt schilderijen. Ik ben René Zenja en ik verzamel grofvuil schilderijen. Dat wil zeggen dat ik dat is begonnen als een niet als een hobby, maar als een feit eigenlijk. We hadden een hondje en dat lieten we uit. En op die trip uit met het hondje kwam je dan grof vuil tegen. En dan zag ik een schilderijtje. Dat vond ik hem leuk. En dat heb ik dan opgeraapt. En dat was dit schilderijtje. Dat heb ik als eerste opgeraapt. Maar dat vond ik zo leuk. Dus heb ik het niet laten liggen. Er is ook een schilderijtje wat ik wil laten zien. Dat is daarboven. Als ik dat als eerste had gevonden, had ik het nooit meer in huis genomen. Dat is dus wat er gebeurt als je een heel mooi schilderijtje vindt, dat je dat meeneemt. En iedere maand was er grof vuil en dus dan kon je iedere maand, gingen we op zoek eigenlijk, dat werd het op het laatst. Dat je ging zoeken naar, een hoop grof vuil, kijken of er nog een schilderijtje tussen zit. En er moet wel echt schilderij zijn, dus geen kopie. En dan nam ik het mee en hing ik het op, stofte ik het af en dan hing ik het op. Dus dat, zo is de hobby eigenlijk ontstaan, de verzameling ook. Dus dat vond ik wel leuk. En schilder je met één stijl of meerdere stijlen? Nou, ik schilder dus niet, hè. Dus ik raap alleen de schilderijen op en ik doe er verder niks mee. Ik stof ze af en dan hang ik ze op. En het leuke van het geheel is dat je ze kan ophangen zoals je ze wil. Mm-hmm. En dat je dus ook de ruimte daarmee opvult. Dus de muurruimte. Dus je geeft eigenlijk schilderijen een nieuw huis? Ja, ik geef schilderijen een tweede kans. Dus die mensen die gooien het weg en ik vind het mooi. Of ik vind het soms ook niet mooi. Maar dan past het in de verzameling en dan hang ik het ook op. Mm-hmm. Dus dat is wel wat er gebeurt. Dus. En zijn er ook schilderijen waar je heel erg trots op bent dat je ze hebt? Ja, daar heb ik wel. Ja. Ik heb dit schilderij bijvoorbeeld. Dit is die Chinese voorstelling. Ja. Die lag met het schilderijkant op de vloer, op de straat, en daar lag allemaal rotzooi op. En we moesten naar een oude avond en wij kwamen dus op de heenweg langs. Ik zeg, nou volgens mij is dat een schilderij, maar dat zien we dan wel op de terugweg. En op de terugweg moest ik echt de hele berg vuil eraf tillen om dit tevoorschijn. Daar was ik wel heel erg trots op, vond een heel mooi schilderij. Ja. En dit is, vind ik, dit wat daarnaast hangt, dat is een schilderij. Dat is waarschijnlijk een enkel, dus waar maar één van is. En amateur geschilderd, maar ik vind het prachtig. Ik vind het echt prachtig. Het is een heel erg mooi schilderijtje. En dan uiteindelijk, als je dus drie keer met de parels hebt meegedaan, dan weet iedereen dat je schilderijen verzamelt. En dan plots ligt dit schilderijtje voor de deur. Ja. Dat zetten ze dan tegen de deur. Oh, die meneer verzamelt schilderijen. Dus ik zet het schilderijtje bij voor de deur. Misschien heeft hij er wat aan. Nou, ook een leuk schilderijtje, een mooi schilderijtje. En ik hang ze op zoals ik ze krijg. Hè. Dus als er een lijst om zit, dan laat ik de lijst eromheen. Ja. En als het de lijst zoals deze, die zit gewoon zo'n lijst omheen. Kijk, je zou er een betere lijst omheen kunnen zetten. Omdat die
niet helemaal tot aan de rand geschilderd is. Maar dat doe ik niet. Ik pak ze echt op en ik sla een spijkertje in de muur of twee en dan hang ik het op. Zo gaat dat. We hebben hier nog zo'n schilderij waarvan ik denk dat het gewoon industrieschilderijen zijn. Dus het is niet geprint, dus het is wel echt geschilderd. Want daar kijk ik dan ook naar of er geen printjes zijn. Want dat heb ik natuurlijk tegenwoordig, heb je allemaal foto's die ik kan laten printen. Op het, maar dat is geen echt verf, dus dat laat ik ook liggen. Dat neem ik niet mee. Of dat doe ik weer weg. Over dit soort schilderijen is wel heel erg leuk om te laten zien. Dat laat ik die mensen, als ze hier komen, ook altijd zien. Dit is het verrassingsschilderijtje, want hier is er nog één. Ja. En sommigen zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk mooier. Of moet je het niet op een glazen deur hangen, zodat we twee kanten kunnen zien. Maar daar moet ik dan nog een oplossing voor vinden. Dat is het ergste. Ja. En geven ze dan ook nog wel eens weg? Of deel je ze door? Nee, eigenlijk tot nu toe nog niet. Nee, ik heb ze niet doorgegeven. Nee, ik probeer ze altijd op te hangen. En ik heb nog wel een paar waarvan ik zeg, nou, die zijn zo slecht van staat. Ja. Dat ik die wel heb opgehangen in een ander kamertje. Maar die passen eigenlijk niet meer in de collectie. Ik heb natuurlijk ook nu eigenlijk te weinig ruimte om nog wat op te hangen. Klein schilderijtje kan nog wel. Maar als ik wat leuks vind, wat heel mooi is. Dan hang ik alles weer om. Dan probeer ik die ertussen te passen. En dan probeer ik alles weer op een andere plek te krijgen. Dus dan daar doe ik wel mijn best voor. Ja, maar je wisselt ze dus wel af en toe af? Ja, ze worden wel af en toe omgewisseld. Of tenminste omgehangen als er weer wat tussen moet. Ja. En die houdt ze ook zelf schoon? Of? Ja, ik houd ze wel zelf schoon. Ja. Ja, dat is wel een probleem natuurlijk, moet ik zeggen. Maar dat is... voor schilderij valt het wel mee hoor. Dus je kan gewoon de Primo er langs of de stofzuiger. Dus dat valt wel mee. Ja. Nog collega's die mee verzamelen of andere mensen die mee verzamelen of bent u de enigste? Nou, ik ben als enigste die hier schilderij verzamelt, maar ik word nu wel weer geholpen door de buren. Maar dat is omdat ze dan een schilderijtje vinden wat ze of willen wegdoen. Dan zeggen ze, wil jij het hebben? Of dat ze echt een schilderijtje langs de straat vinden en het bij mij brengen. Omdat ze weten dat het hier aan de muur wordt gehangen. Ja, oké. Okay. Nou, leuk om even uw verzameling te zien. Een van onze verslaggevers bezocht de Haagse Hogeschool voor de Lego League 2012. Ja?
eens even. Vertel. Dat je ook teamwork nodig hebt. Ja, dat is goed. Dat vind ik goed gezegd. Als je dat dan moet vertellen wat dat dan is, teamwork. Wat zeg je dan? Nou, teamwork is dat je als je alleen bent, je niet heel hoog, dat je het niet heel snel kan maken. Of iets heel moeilijks kan bouwen. Ja. Maar dan bijvoorbeeld dan komen je vrienden en dan gaat het opeens heel snel. Nee, daarom kun je maar een tijdje gebruiken, want ik doe het gewoon helemaal op. Ik sta hier met Victor en Marijn, Sophie, Jasper, Matthijs, Dito. Jullie doen vandaag mee met het Lego ding. Wat voor soort robot hebben jullie gebouwd? We hebben een robot die missies doet. Hij is een beetje vierkant, compact. We hebben heel compact gemaakt. En we hebben ongeveer in totaal rond de 4 missies, 5 missies. En ik vind hem zelf goed gelukt. Ja. En hoe gaat het met de wedstrijden? Het gaat wel goed, maar ja, hij doet telkens anders. Dus op het ene moment kan het heel goed gaan en op het andere moment kan het opeens heel slecht gaan. Dus de eerste ronde ging niet zo goed. We hopen dat het deze keer beter gaat. En hoe ging het met het losvallen van de onderdelen? Want ik weet uit ervaring dat er soms wel eens dingen willen afvallen. Nee, dat was het niet zo. Nee? Alles goed gegaan? Geen ruzie gehad? We hebben wel een keer ruzie gehad, ja. Af en toe. Maar dat is wel logisch. Ja. Maar toen zijn we hebben het gewoon opgelost langs de tafel. Ja, en we hadden niet heel veel problemen, maar soms wel een paar. Hoe gaat het met de hele groep bij elkaar? Lukt dat een beetje? Ja, het is heel gezellig. En gisteren hadden we ook met de andere twee teams van het Maarland hadden we samen gegeten. En hebben jullie al eerder meegedaan? Vorig jaar hebben we al meegedaan. Maar nu gaan we dus op een Maarland bouwen. Dat is dus de tweede keer. Het is een samenwerking van van OBS Houtrust en het Maarland Lyceum. En dat samen is dus een team gevormd. En ja, dat is ons team. En doen jullie mee voor de prijs of voor de lol? Ook wel een beetje voor de prijs. Maar de lol is natuurlijk ook wel. Want we hebben het altijd heel erg gezellig gehad. Okay. Van welke scholen zijn jullie? Houtrust. Maarland. Houtrust. Oké, nou, ik wens jullie nog veel succes met wat er zo meteen nog gaat komen. Doei.
u wel. Nee. Hallo oma, wij zijn van het startpunt SR en dit is onze presentatie. Er waren eens 10 dappere kinderen. Die woonden in de hoofdstad in de wijk van de schilders. De 10 dappere kinderen werden uitverkoren om een moeilijke opdracht te vervullen. De kinderen verzamelden zich in de boekenzaal. En toen gebeurde het. Plotseling klopten 2 reizigers uit de verre benoordenaar aan. Zij kwamen van het kasteel op Maarland. Die reizigers kwamen aan de binnenweg om over de opdracht te vertellen. In de hoofdstad lag ene zender een groot zonder. De opdracht die de kinderen tijdens het vullen was moeilijk en zwaar. Maar als ik hem de opdracht goed zou vullen, zou ze rijkelijk worden benoemd. De reizigers vertelden dat er in het rijk steeds meer grijsheid kwamen die problemen hadden waar de koning nog geen weet van had. De 10 dappere kinderen kregen de opdracht om uit te zoeken wat de problemen waren. Maar dat niet alleen. Ze moesten ook een oplossing vinden. 1 december. De 10 dappere kinderen hadden maar weinig tijd. De eerste uitdaging was dat ze in de wijk van de schilders maar weinig vrij zijn gekregen. Hij heeft alleen maar dit. Dit ding is ook nog steeds veel, hè? Ja, maar welke rol dit? Dat was het eerste prototype van dit. Het tweede prototype nog niet. Ook net. Ik schijn even de sensor erop te willen. Hij gaat last minute aanpassen. Ja? Wat is er mis dan? Jongens, wat is er mis? Slecht huis? Ja, perfect. Ja, vertel. Nou, we waren een missie vergeten. Nee, we waren een missie vergeten. En die zijn we nu dus nog even aan het proberen te maken. Ja. En hoe gaat het? Gaat de wedstrijd een beetje goed nog? Nee. We hebben 65 punten. Onze eerste wedstrijd is een beetje slecht. Dus het wil niet lukken vandaag? Misschien zo meteen. Het is de eerste keer dat we meedoen, even een beetje uitproberen. Dus we hopen dat het zo meteen beter gaat. Wat moeten we doen? Het is gewoon leuk dat je geweest bent. Ja, daarom. Want ik wil ook gewoon even kijken voor wat ik later ook wil doen en zo. En ja, het is wel leuk. Oké, veel plezier nog. Doet hij het niet meer? Jawel, een beetje. Pas hem een beetje aan. Ja? Ja. En waarom zijn jullie zo netjes in een pak? Nou, omdat senior solution is. En we worden netjes uitzien. Ja. Ja, en dat heeft een beetje met ouderen te maken, dus. Dat is wel leuk. Maar zeggen ze nu ook meneer tegen je? Nog niet. 3, 2, 1. Met wie sta ik hier? Thijs. En van welke school zijn jullie? Archipel. Ja? Van een goede school? Ja. De beste school die er is. Okay. Ja. En hoe is het om vandaag mee te doen met deze Lego-dag? Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ja. 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 Ja.
Heel leuk. We hebben 216 punten opgehaald en we staan nu zesde. Ja. Nog geen mankementen gehad? Ja, een beetje. Met de quilt ging het een beetje. Ja, dat was het. Eén ding ging fout, de quilt. Ja. Want die ging helemaal tegen het videobed aan. Dus. En hebben jullie een speciale robot ontworpen? Of, ja, een speciale basisrobot. Vooral gebruikt voor alle missies. Vooral een speciaal zwenkwiel. Ja. Omniwiel. Die kan alle kanten op. Ja. Ja. Kijk, je kan als je die omniwiel hebt, met die 6 omniwiel. Kleine wielen. En dan kan je robot, stel je voor dat dit je robot is, dan kan hij zo. En dan kan hij zo en zo. Ja, en de wieletjes, en het rijdt ook alle kanten op. Ja, dat is eigenlijk een wiel gewoon van gemaakt van weer kleinere wieletjes. Ja. En wie van jullie is dan de programmeur? Allemaal? Ja, zijn je allemaal zo technisch? De kernteam, zijn hij. Hij, en ik ook. Hij, ik en hij. Zijn ze het enige? Namen zijn Aukje, Thomas, Thijs, Lex, Luut en Kobi. Ja. Dat kan ik niet volgen, dus dat. Nou, ik wens jullie nog heel veel sterkte en ik hoop dat jullie winnen. Ja! Ja. Dankjewel. Dankjewel. Eén, twee, drie, ga je gang. FLL, Archievel, met z'n allen lukt het wel. We hebben nog wat tijd over voor wat kunst. En hoe lang bent u al met deze vorm van kunst bezig? Deze vorm dateert van de laatste 10 jaar, zeg maar. Maar daarvoor heb ik geaquarelleerd. En alles wat een beetje creabea is, lapjes, stof, niets is veilig voor mij. Keramiek, poppen maken. En waar haalt u de inspiratie vandaan? Ja, die halen we allemaal uit de kosmos, volgens mij. Ja. Ja. Het laten gebeuren, dat is het belangrijkst. Maar heeft u dan ook dat u dan jeuk in de vingers hebt, dat u de hele dag iets zou willen schilderen? Nee, dat is bij vlagen. Ja, 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 dat komt. En als het aankomt, dan is het niet meer te stuiten. Ja. En ik heb gezien dat u aardig wat ruimte in huis al beschilderd. Ja. Heeft u nog stukjes die u bent vergeten? Dat idee heb ik niet. Nee. Het kan zijn dat ik eens toe ben aan verandering, maar op dit moment voelt het gewoon goed voor mij. Mm-hmm. Ja. En is dit het enige huis wat u geschilderd heeft, of is het al verder gelopen? Verschillende collega's. Ik doe zelf voet- en lichaamsmassage. En verschillende collega's van mij hebben ook hun praktijkkamer gevraagd of ik daar een schildering wilde maken. Mm-hmm. Dus dat doe ik als mensen met een vrije hand laten. Ja. Mm-hmm. Ja, u wil wel vanzelf uw eigen inspiratie erin. Ja, ik moet niet zeggen van dit plaatje met dat streepje en dat figuurtje moet erop dat. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. En u geeft dus voetmassage hier. Mm-hmm. Wat doet dit voor degene die hier rustig moeten liggen? Nou, die komen al binnen in een sprookje. Ja? Ja. En vragen jullie ook wel eens van, kunt u ook bij mij komen schilderen? Doen ze dat dan nou? Die vraag heb ik nog niet echt gehad. Nee, en ik probeer die prijs ook een beetje dusdanig te houden dat het zeer geselecteerd plaatsvindt, ja. Ja, dat u het echt een beetje bij uzelf houdt? Ja, ja. Ja, en ik moet ook een bepaald gevoel bij de persoon zelf hebben. Ja. Dat je weet van, oké, dit kan hier. Ja. Oké. Nou, mag ik u bedanken en blijf lekker schilderen, want ze zijn prachtig. Oké. Ik ben blij dat u genoten hebt. Oké, dank u wel.
Dit was het voor deze keer. Wilt u reageren of u heeft suggesties voor ons programma? Dat kan. Dat kunt u doen door een e-mailtje te sturen naar redactie@haagsedingen.nl. Maar een briefkaart of een brief mag natuurlijk ook. En dat doet u naar Haagse Dingen, Start de Beekastraat 360, 2525 Simon Victor in Den Haag. Nou, bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Dag. Actuele zaken, Haagse Dingen over nu. Ja, vallen van de uitbouw tot de nieuwbouw op een spui. Het RMW van Hagenaars, ook van de jongelui en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Maak het Haagse leven heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haagse als Haagse kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse